Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 13 maart van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we weinig wolken boven Nederland, maar boven de Noordzee hangt een pluk met bewolking en die trekt in de loop van de ochtend over het noordwesten en westen van het land. De zon die schijnt vooral in het zuidoosten en oosten van het land geregeld en met vanmiddag 13 tot 15 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Alleen op de stranden en in het westen en noordwesten is het iets frisser met meer wolken en een noordwestelijke wind. Vanavond is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden, de meeste wolkenvelden in het noorden en westen van het land en de temperatuur ligt rond een graad of 7. En morgen zien we wolkenpartijen, vooral in het noorden en westen van het land, meer naar het zuidoosten is er ruimte voor de zon en het is opnieuw vrij zacht met 13 tot 16 graden. Woensdag en donderdag zijn ook mooie lentedagen, maar er zijn wel wat meer wolken op de woensdag in het zuiden van het land. Op donderdag wordt het maar liefst 17 graden. Op vrijdag gaat het geleidelijk aan veranderen en wordt het wisselvalliger. Ik ben Diana Woei van Weerplaza